Pingepangepongen, koken met je magnetronnen. Ja, goedendag dames en heren. Ik ben oma, ja. En ik ga nu voor jullie pingepangepongen, want die Kaas Spijkers is er niet gekomen. Trouwens, hij is bij de radiostation. Ja, en hij is bij de radiostation, hoor. En dan gaat hij plaatjes draaien. Ja, we hebben geen plaatjes meer, we hebben cd's, hoor. Ja, ik word ook een dagje ouder, hoor. Maar, moest luisteren, ik heb nou iets lekkers gemaakt. Ik heb dat kant-en-klaar gemaakt voor de magnetron natuurlijk. Maar u wil weten wat er namelijk in zit, toch? Waar weet je niet, weet je wel? Nou, ik ben ook oma van de Takkenstraat, weet je wel? Van Lantantelini, van de Takkenstraat. Nou, wat hebben we nodig, lieve mensen, als je... soep gaat maken. Wat gaan we vandaag soep maken? Wat voor groentes gaan we dan maken? Nou, we gaan maken groentesoep. Groentesoep uit eigen keuken van de oma. Weet je wel, weet je niet? Nou, we hebben namelijk... Oh, ik moet het andersom doen, want anders krijgen we weer van alles eruit. We hebben vermicelli. Je mag ook natuurlijk spaghetti zijn. Dat maakt ook niks uit natuurlijk. Ik zal een beetje zo in het licht. Dat maakt echt niks uit, hoor. Dan kan je gewoon spaghetti erin doen in je soep, hoor. Oh, gut, oh, gut, gezellig. Nou, en dan hebben we nog... Oh ja, ik heb een vraag. Mijn man kwam eraan, hoor. Weet je niet, weet je wel. En die kwam eraan en ik zeg... Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Zeg me, man, wat is er, meisje? Wat is er, meisje? Nou, ik zeg... Ik heb de ballen vergeten mee te nemen uit de supermarkt. Ja, ik weet ook niet waarom, hoor. Ik heb de ballen vergeten uit de supermarkt. Dus nou, toen zei mijn man, nou, ik heb nog ook genoeg ballen. Ik zei, oh ja, echt waar, echt waar. Nou, en toen heb ik er gedaan, waar, weet je niet, weet je wel. Nou, ik zeg, geef die ballen dan maar. Nou, die man, die heeft een mes gepakt. Dat was nou, ik zal even... Hij zei, neem die kantelmesje wel. Kijk, een kantelmesje kan goed afsnijden, hoor. Nou, hij is naar de wc toe gegaan en kwam niet terug met die balen. Ik denk, nou, ik ken het nou. Ik heb helemaal geen balen in huis, waar weet je niet. Oh, gut, oh, gut, oh, gut. Ja, en toen zei ik, nou, als jij iets doet, moet ik ook doen natuurlijk. Hè? Weet je niet, weet je wel. Nou, ik heb hetzelfde gedaan. Kijk, ik heb deze machtige, zachte balen genomen. Want ja, weet je niet, weet je wel. Mijn kleinkind zegt altijd, oh mama, er zitten tietjes. Oh matje, er zitten tietjes in de soep. En ja, nou dat klopt wel, er zitten tietjes. Ik heb er maar twee, hoor. Dus kijk maar, lieve mensen, ik heb er maar twee. Wat heb je nog meer nodig? Ik heb een bakje nodig. Een bakje, waarom heb je een bakje nodig, jongen? Nou, mesje, mijn luister, jongen. Het is een bakje voor je soepje in te doen. Kan je makkelijk in de magnetron. Kijk, komt u even mee, komt u even... Nou, gaat er zo de magnetron in. Oh, toch het gezellig. Mag ik het ook een keertje proberen met mijn magnetron? En wat heb je nodig? Nou, weet je waarom? Ik zal het je vertellen, weet je niet, weet je wel. Oh, gut, oh, gut. Zo'n bakje, dan vallen die ballen er niet uit. En als je in zo'n bord doet, hè, dan kan het nog wel zijn dat je gaat pakken en dan rolt die bal zo. Oh, gut, rolt die bal gewoon van de put af. Dat kan je niet maken, nee, dat kan je niet maken. Ja, mijn man zit bij Calimero Radio. Ja, zo van... Ah, nou, ta, veel te groot en ik ben klein. Dat is er niet eerlijk. Oh, nee. Nou, dat is van Radio de Calimero, hoor. Oh ja, ik had een schaar nodig om te knippen. Voor de magnet, voor de spaghetti en de macaroni. Maar macaroni kan er ook in de soep, maakt helemaal niks uit. Oh, we hebben ook wat hebben we nog meer nodig. We hebben bouillon. Bouillon, hoe kom je met de bouillon? Nou, het is de smaak die het doet, hè, die bouillon. Maar het is een stukje zeep, maar dat geef ik niet. Dat doe ik er gewoon bij. Want ik krijg ook visite, hoor. Ik krijg een gezellige visite van lieve, aardige mensen. En het is echt hartstikke leuk. Ik krijg hele, hele lekkere visite. En ik ga hem dan schuimen, hoor. Het is wel leuk. En we hebben natuurlijk kippenpoeder erbij. Daar hoort ook kippenpoeder bij. Oh, gut, oh, gut. En natuurlijk niet... Niet te vergeten, de ketchup. Want mensen houden het ook van pittig. Oh, gut, ook van pittig. Oh, waar nou, gut, oh, gut. En natuurlijk niet te vergeten, de groente. We hebben deze groente, we hebben natuurlijk ook de bloem. Ja, weet u dat nog? Weet u dat nog? Oh, gut. De bloem. Nou, dan hebben we kanten klaargemaakt. Ik heb alles wel weer terug een beetje netjes gemaakt natuurlijk. Ik ben klaar met de soep. Ben je klaar met de soep? Ja, ik ben zo klaar met mijn soep.
Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb nog veel meer gedaan. Ik heb al uren in de keuken gestaan eigenlijk. Wat heb ik nou toch allemaal gedaan? Oh ja, ja, de buurman kwam nog. Ja, mijn buurman kwam nog. En die zegt, oh god, jongens, ik heb brand. Ik denk, wat voor brand? Ja, in de keuken. Ik denk, oh god, ik denk, ik moet de brandweer bellen, hè. Oh god, brandweer bellen. Nou, ik heb de brandweer gebeld. Komt hij met een fles cola aan, die brandweer. Ik begrijp er geen moe van. Ik zeg, jongen, wat moet je nou doen aan die brand? Wat ga je doen met die cola? Zegt hij, toch, nou, ik doe het zo. Ik doe de cola erin en brand eruit. Nou, het is toch niet te geloven hoe zo'n brandweer dat allemaal doet, hè? Nou, oh, kijk, lieve mensen, we zijn helemaal klaar, hè? Oh, gut, het is toch wel leuk, hè? Tikkie, ja, mijn schoondochter dacht, kent u ook, hè? Mr. Eddy, Mr. Liga! Ja, nou, ik heb het soepje gemaakt, kijk. Hoe is die heerlijk? Nou, ik zou het je zeggen, jongen. Het is eigenlijk niet van mij, hoor. Ik heb het zelf eigenlijk niet gemaakt. Maar ja, ik mag toch ook iets maar doen met de pingepangepongen. Dat heeft de mevrouw van de Stijn, wat zo? Ik word de mens. Oh, god, hoe heet het mens ook alweer? Hoe heet het? Stijnman. Ja, nou, dat is zoiets, hè. U weet het wel, want u kijkt veel minder naar die programma dan ik natuurlijk, hè. Nou, ik heb het soepje gemaakt. Oh, gut. En, oh ja, wat ook natuurlijk is. Mijn man houdt ook een beetje, wat ik zei, van de pittig, hè. Nou, ik heb ook gezegd, ik hou altijd van vlammetjes erin. Ik weet waarom niet, maar vlammetjes. Nou, komt u even mee. We gaan even vlammen. En dan denk je, waarom doet hij dat? Nou, komt hij maar mee. Loopt hij even mee, dan gaan we even vlammen. Ja, dan moet er vlammetjes in. Waarom? Ik vind het lekker. Kijk, ik zal even de vlam laten zien. Kijk, dit is de vlam. Ja, dan moet je ook, je ziet hem bijna niet. Ik zal hem even omhoog houden, kijk. Even erboven houden, en mijn vlammetje. Ik verbrand mijn klauwen, potverdorie. Zo, goed, het is bijna klaar, hoor. Zo, jongen, nou, ik ben er klaar. Nou, dan gaat hij nog even mee, want ik moet nog naar mijn magnetron, hè. Oh, wat gezellig hier toch altijd met die oude mensjes, hoor. Ja, zo af en toe ben ik cement, maar dat geeft helemaal niks. Want dat geeft helemaal niks. Ik lijk ook een beetje op Merk Dresselers. Ja, ik heb het gehad, maar we noemen ze me gehad. De madre en de spaatsen en de ganzen. Hij jakkers, wat nog zo, hij jakkers. Nou, hoe zit het? Ik kan alles iedereen nadoen, hè. Ik ga altijd van die dooi nadoen, geloof ik. Ik doe altijd van die, dat kent hij. Ja, Prins Bennet ook. Nou, zo aangewezen van, zo. Oh, gut. Nou, ik heb gedaan, maar oh, gut. Dat gaat er niet op mijn pek. Nou, ik ben klaar. Ik doe het in de magnetron. Gaat u even mee? Dan moet u wel meelopen natuurlijk, hè. En dan gaan we allemaal even zeggen. Pingen, pangen, pongen. Mijn schoonmoeder heeft een magnetron. Ik bedoel, pingen, pangen, pongen. Koken met de magnetron. Nou, en we gaan even kijken, jongen. Nou, ik doe de klep dicht. Ja, niet mezelf natuurlijk, want ik moet presenteren. Nou, dan gaan we nou eens even kijken, hoor. Naar de magnetron. Denk je, hoeveel minuten moet dat zijn, hoor? Want dat kan 10 minuten zijn, dat kan 100 minuten zijn. Nou, ik heb daar een voorverwarmd, hè. Oh, gut, ik voorverwarmd. Oh, gezellig. Ik loop daar kwijt ook, geloof ik, als augie. Nou, u zit dat hem op de 700 en 200 graden onder nul. Dan gaat u draaien om even te kijken. Zo, oh nou, je kunt ook gewoon indrukken. Ik doe het verkeerd, geloof ik. Zo, dan gaat u even wachten natuurlijk. Hij doet het even tot hij gaat borrelen. Nou, het is heel gezellig, dus we hadden bloem, we hadden kool. En, oh ja, lieve mensen, we zijn zo druk bezig met het kookprogramma. Pingen, pangen, pangen, koken met je magnetron. Nou, we gaan ook voor de kinderen. Ja, voor de kinderen. Of allemaal ook. Oh, gut voor de kinderen. Hebben we ook. Want we hebben heel veel mailtjes gekregen. We hebben echt heel veel mailtjes gekregen van mensen die graag willen koken met de magnetron. Want ja, ze zijn zoveel alleenstaande. Hè. Ja, ik weet ook niet. Ik sta ook alleen hier, hoor. Staat ook niemand in de keuken, zie je dat? Ik ben ook alleenstaande, dat is misschien ook gut, dat is augisch waar. En ik word heel zo emotioneel van als je alleen bent, hè. Oh, maar ik kan wel koken, hoor. Ja, ik kan wel koken. Maar we hebben
heel veel berichtjes gekregen. En dan, heb ik wel moeten zeggen, maar weet je niet, weet je wel. Dat de kinderen ook graag wat willen in de magnetron. Nou, dan hebben we voor de volgende keer. Daar komt oma Hans, geloof ik, die Hans Leenman, die komt dan weer terug. Oh, het is een echte schat van een jongen. Oh, god. Ja, ik weet alleen niet waar die is. Hij heeft wel tegen mij gezegd, lieve mensen. Oma, gaat u ook even koken? Want ik ben er niet. Nou, dan moet ik dan straks dan in die keuken. Maar hij had alles, ik had al alles klaar. Van mevrouw Steinveld heb ik soep gehad natuurlijk. Het is heel... Ik moet even kijken dat het niet... Oh, het gaat een beetje borrelen. Dus dat betekent dat je niet moet koken natuurlijk. Je moet niet... Moet er niet koken. Maar als je uit... dan krijg je... dat gaat ook een beetje zeep. Nou, mijn lieve mensen, dat gaat een beetje zeep. Een beetje... Oh god, dat gaat met de zeep niet goed, hè? Maar dat geeft allemaal niet, we gaan lekker soep koken. Magnetronnen. Nou, dus er zijn heel veel mensen. Ik ga het een beetje rustig aan, ze kunnen niet volgen natuurlijk. En u kunt het niet volgen. Want u kijkt al 5 weken naar de pingepangepong koken met die magnetronnen. En dat doet ook niet iedereen weet natuurlijk, want ja, ik moet ook werken. Ja, ik zit in de wc. Ik werk bij de wc. Ja, als vangst, ik vang altijd. Ja, u denkt zeker, nee, niet dan ook, hoort u het? Komt u even mee? Even kijken. Oh, hij is heet genoeg, hè? Oh, god. Ik verbrand mijn klauwen. Oh, bijna gaat hij, oh jongen, daar gaat hij bijna van me. Oh, dan ligt het op de grond, maar ja, daar geef ook niks aan, als het op de grond valt. Gewoon alles terugschapen in de panagie. En dan gewoon opnieuw koken natuurlijk, hè? Ja. Nou, ik ga eens kijken. Oeh, kijk eens, lieve mensen. Gaat u even mee kijken naar binnen? Oeh, kijk eens. Eva roeren, zegt Clara altijd. Nou, en als je een vrouw wil worden, dan moet je dat ook doen, hè? Ja, dat kan door het roken, hè? Ze staat er beschadelijk voor je gezondheid. Ik weet alleen niet of ik gezond ben. Dat zou wel ook niet. Ze zeggen ook dat ik gek ben, ja. Ik ken ook niks aan dat ik gek ben. Er lopen al zoveel gekken rond. Ja, de ene gaat bommen gooien en zo. Hè? Ja, ik doe dat niet. Ik ga gewoon met ballen eten, ballen gooien. Dat heb ik ook gedaan. Op het dierenpark hebben we ook ballen gegooid. Maar die blikken waren lang weg, hoor. Ik heb het niet gezien, hoor. Ik was aan het gooien. Zegt ze, oma. Ik zeg, wat is het toch, joh? Wat is er wat is er? Nou, zegt hij, die blikken zijn al lang weg. Bleek het een andere tent te zijn. Maar we zijn klaar. Nou, ik ga eten, dat wil ik eigenlijk eventjes privé houden. Maar lieve mensen, ik weet zeker, het is echt lekker. Dus u kunt altijd nog verzoekjes, want er is voor de kindertjes is er natuurlijk... Ik ga anders praten, geloof ik. Ik weet niet hoe dat komt. Maar we hebben voor de kinderen pannenkoeken. En natuurlijk voor de kippenliefhebbers hebben we ook nog een kipmenu. Van pingen, pangen, pangen, koken met je magnetron. Oh, gut, gezellig. Nou, lieve mensen, u kunt het nalezen op pagina 88. En hoe was die andere ook alweer? 77 zo. Maar kijk u gewoon gerust even verder. Nou, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Oh, gut, gezellig. Oh, heerlijke soep, ja. Oh. Hij moet dan nog een beetje warm worden, jongens. Nou, ik ga nog even doorbranden. En u ziet ons de volgende keer. Pingen, pangen, pangen, koken met je magnetron. Dag, lieve kijkers. Dag. Ik zal het soepje even laten zien. Zo, dan badverdooien. Dan moet ik toch even opnieuw gedaan worden. Gelukkig dat de mensen dat niet zien, hè. Oh, gut. Ja, oh, pingen, pangen, pongen met je magnetronnen. Pingen, pangen, pongen met je magnetronnen. Oh, ik vind het ook altijd zo leuk, team. Was dat Brenda of Mechner? Ik kan je uitdrukking. Koken met sterren. Oh, heerlijk. Oh, ja, oh, gut. Oh, hij staat nog aan. Oh, dag, lieve mensen. Veel kijkplezier, hè. We gaan naar Zandvoort aan de zee. Ik neem mijn schoonmama met me mee. Nou, het gaat al goed. Nou, lieve kijkers, tot de volgende keer, hoor.
Ik lijk toch meer op Dressel als je hebt het gehoord, maar ik weet niet waarom. Ik zou altijd in het theater, dan noemt ze maar op de Madeleine-spel zonder grenzen. Ja, dus dan gaat het weer. Nou, tot de volgende keer, hè.